Goedemorgen. Ik ben net wakker. Ik zie er niet uit. Mijn haar zit helemaal verschrikkelijk. Vandaag ga ik naar een andere stad. Ik neem mijn camera mee en dan kan ik eindelijk iets leuks voor jullie filmen. Want je hebt daar best leuke dingen. Tot zien jullie dan. Doei! Nou, ik heb me opgemaakt, haar gedaan en ik ben er klaar voor. Ik heb gewoon een simpel jumpsuit aan. Gewoon deze, die ik ook aan had laatst op het festival, wat jullie misschien hebben gezien. En dit is het. En hier kun je heel lekker winkelen. Oh, trouwens, dit is zulke lekkere chips. Zeg maar de Ruffles Tomato Ketchup Flavor. Die had ik vroeger altijd als kind en hij is zo lekker. En je hebt hier, als het goed is dit. Ja, ik heb zeg maar hier een foto van toen ik heel klein was. Ik ga hem wel als ik in Nederland ben even opzoeken dat ik hier aan het spelen was. Ik dacht altijd vroeger, toen klein was, dat dit een glijbaan was. Obviously is dat het niet, maar ik dacht dat dus. Dus ik vond deze plek echt geweldig. Want ik dacht dat dit een speeltuin was en dat als je groot bent, dat je daar op kan klimmen. En ik snapte nooit waarom mijn vader en mijn moeder en zo daar nooit op gingen klimmen. Want ik dacht, hoe cool is het dat je hier op kan klimmen als je groot bent. Maar ik ging wel altijd zeg maar hier vanaf glijden dan. En mensen zwemmen hier dus ook. En dan springen ze van deze brug af het water in. En dan gaan ze zwemmen en daar kun je gewoon weer omhoog. De reden dat we hier naartoe zijn gekomen is omdat je hier meer winkels hebt. En check al de coole, beautiful, pretty, pretty glitter shoes. En ook zonder glitter, maar hoe mooi zijn ze. En ze zijn echt super cheap hier. En hier zie je hele mooie jurken. Oké, die zijn toevallig lelijk. Maar binnen hebben ze wel mooie jurken. En hier, want ik kreeg een paar opmerkingen op mijn Instagram al over de jurken die ik op de bruiloft aan had.
En toen zei ze, ja, maar je mag er niet mooier uitzien dan de bruid. Maar hier draagt iedereen dus echt gewoon dit soort jurken. En echt gewoon met glitters en alles. Het is onmogelijk om hier bijvoorbeeld in een spijkerbroek en een shirtje of een zomerjurkje op een bruiloft te verschijnen. Check de glitter schoonmaaksponsjes. Wat glitter. Ja, hier is het echt, het leven draait hier echt om schoonmaken. En als vrouw draait het om schoonmaken, voor de kinderen zorgen, koken. Dus de schoonmaakspullen zijn hier soms best cool. Dat je echt denkt van, ik wil hier gewoon door schoonmaken. Kijk, ik zit nu naar deze bakjes, ze zijn voor baby's, te kijken. Maar er zit een lepeltje en een vorkje bij. En ik denk me net, dit is echt perfect voor als je nootjes of zo hebt. En gewoon voor snacks tussendoor. Kijk nou hoe perfect die bakjes zijn. En kijk die schattige kleurtjes. Met een feeding spoon. Gewoon voor snacks. Ik denk dat ik dit haal. Ja. Deze. Kijk, dresses. Kijk, het is helemaal niet vreemd voor iemand om bijvoorbeeld zo'n jurk naar een bruiloft te dragen hier. Of deze. Het is gewoon... En dan draagt de bruid gewoon zoiets. Gewoon altijd in het wit. Kijk hoe eng de gezichten zijn van de kinderpoppen. Even serieus. More pretty dresses. Deze kruiden. Kijk, van dat kan je thee maken. Die thee is echt super goed. Dat is goed voor, zeg maar, als je voor je darmen en zo. Voor je spijsvertering. Die paarse daar zijn goed voor als je verkouden bent. En dat weet ik niet. En dit is de markt. En dat loopt helemaal door, zeg maar, daar binnen. En we gaan nu even kijken voor schoenen hier, omdat het echt super goedkoop is. En ja, de schoenen hier komen direct uit Italië, dus dat is super mooi. Maar ik wil ook echt, zeg maar, even een paar kruiden en plantjes en zo halen, want die hebben we niet in Nederland. En ja, of je kan ze vinden, maar dan echt super duur. En ja, dus die haal ik dan hier. Kijk, hier heb je allemaal groenten en fruit en niks hier is bespoten. Het is echt super, super vers en het voelt echt super lekker. En ik ben op zoek naar... een kraampje waar ze verse honing verkopen. Want toen ik klein was, ging ik er altijd naartoe. En toen kreeg ik zeg maar altijd een stukje honingraad. Wat is dit? Je ruikt hier ook echt gewoon vers fruit. Volgens mij heb ik hier de honingman gevonden. Maar ik herinner me dat hij veel meer honing had. Ik heb een stukje geprobeerd van die honing. Kijk, dit is honingraad. En dat verkopen ze hier. En het is zo lekker. Ik kreeg dat als kind. Zeg maar hoe je bij de slager een borstje krijgt, krijg je dit hier. Oké, ik heb dus net een stukje honingraad gegeten. En daar kou je dan gewoon op. Wat ze hier altijd doen bij jurken met een open rug, maar ja, meestal. Is dan doen ze er zo'n bandje bij. Zodat je alsnog een BH kan dragen. En je niet je lelijke BH ziet, maar er gewoon een mooi bandje overheen ziet. Dus is de rest van je rug wel gewoon open. In mijn geheugen... was dit allemaal echt veel groter. Want ik kwam hier dus toen ik echt een klein meisje was. En het vreemde is dat ik gewoon nog de weg ken overal. Terwijl het echt heel erg lang geleden is dat ik hier heb gelopen natuurlijk. Dus dat is best wel bijzonder. Smokkie! Ik wil een hondje met een goudbruine kleur vacht. En dan ga ik dat hondje, ik wil een heel schattig hondje, en dan ga ik Smokkie noemen. Ik vind Smokkie lekker en ik vind Smokkie echt een hondjesnaam. Dus mijn hondje gaat... Als ik nog een hondje neem... Ik heb nu Jamie natuurlijk. Als ik een ander hondje neem erbij, dan ga ik hem Smokkie noemen. Kijk, in Macedonië betaal je met dinars. Heineken. Het is wel heel erg gezellig hier en ik zit hier heel lekker. En ik heb heel veel honger, dus ik ga nu eten. Food. Oh, ik zit echt super, super vol. Ik kan niet meer. Ken je dat gevoel dat je zoveel hebt gegeten dat je buik gewoon, dat je gewoon amper adem kan halen? Maar het was echt super lekker. En nu gaan we naar huis in Ohrid. En ik ben weer thuis met Jamie. Jamie is al veel beter. Is nog niet helemaal beter, maar wel grotendeels. Hij was heel erg uitgedroogd, dus we hebben hem met een spuitje water moeten geven. Dus zeg maar zo'n spuit zonder naald. En verder gewoon heel veel knuffelen. En lekker slaapje doen, hè. Ja. Dit is een nummer hier. En iedereen wordt helemaal wild van dit nummer hier.
Het gaat over whisky en Coca-Cola of zo op een feest.